Hey Pieter, goedemorgen. Goedemorgen Chris. Welkom op Rembrandt Park. Dankjewel. Zullen we naar de bouw op gaan? Zeker. Hey Chris, we zijn op Rembrandt Park. Kan je ons even meenemen wat er allemaal op dit project gebeurt? Jazeker. Nou ja, zoals je al weet zijn wij hier voor Boenis de Ruiter zijn wij het Rembrandt Park aan het renoveren. Ja. Revitaliseren, verduurzamen. Bestaande gebouwen hebben we opgetopt met twee nieuwe lagen. En hebben we helemaal voorzien van een nieuwe installatie en een gevelschil. Daarnaast hebben we het paviljoen ook volledig vernieuwd. Nou ja, zoals je ziet, we zijn nu op de 11e verdieping. De installatie zit erin, de afbouw is al volledig op gang. Dus we kunnen naar de oplevering. Dus je ligt op schema? We liggen zeker op schema. Nou, dat is goed om te horen. Chris, wij merken vanuit Velox zijnde dat er medewerkers niet eens meer zozeer kijken naar welke aannemer ga ik voor werken, maar welk project kun je me bieden. Hoe is dat op dit bouwproject, met jouw projectteam? Nou, dat is een goede vraag Pieter. Ik denk sowieso dat het erg belangrijk is dat je een omgeving creëert in het projectteam waar iedereen zich veilig voelt en waar iedereen in zijn kracht gezet wordt. Ik denk als je dat kan bewerkstelligen in je team, dat je daar echt het maximale uit iedereen kan halen en ook het maximale werkplezier. Ik denk dat dat wel een van de belangrijkste redenen is waarom mensen zeg maar, in een projectteam blijven en ook daar weer terugkomen. Tijdens het samenstellen van het projectteam voor Rembrandt Park kwam je uiteindelijk tot de conclusie dat er iets ontbrak. Ja, dat klopt. Zo zijn we met elkaar in contact gekomen. Mm-hmm. Hoe kwam het dat er iemand, in dit geval een werkvoorbereider, niet beschikbaar was of tekort was? Nou, in dit geval zochten we echt een werkvoorbereider met speciale skills. We hadden echt een BIM-engineer nodig. Dat was de reden waarvoor we bij jou terechtkwamen, Pieter. Die hadden we op dat moment niet in huis beschikbaar. En daar hebben we nu Erwin Snijders voor in het team. En daar zijn we erg blij mee. Want als je kijkt naar Velox, wij kijken vaak verder vooruit met de medewerkers die beschikbaar gaan komen. Daar hebben we goed inzicht in. Als ik soms bij klanten kom en ook bij Dura, is het vaak lastig om wat verder vooruit te kijken dan een half jaar. Ja, hoe komt dat? Met het inplannen van bijvoorbeeld een gezamenlijk bouwteam. Hoe komt dat? Ja, dat zijn wel de usual suspects natuurlijk. Hè. Waar we altijd mee te maken hebben zijn vergunningen die wellicht uitlopen. Investeringen die wellicht in de koelkast worden gezet. Maar zoals hier hebben we ook gewoon te maken met een warmtenetleiding. En als die niet op tijd verlegd wordt, dan kunnen we gewoon de eerste drie maanden van het nieuwe jaar kunnen we niet starten. En dan schuift het op. Dus ja, daar hebben we wel mee te maken in de bouw. Chris, dankjewel voor de rondleiding op Rembrandt Park. Nou, jij ook bedankt Pieter. Graag gedaan en wellicht zien we elkaar snel weer op dit project. In ieder geval op de oplevering komen we graag kijken. Zeker weten Pieter, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.